Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Met mij is hij lekker, met mij gaat hij goed, met mij gaat hij toppie. Oh Jan, wat ligt er op het doosje? Want het gaat meestal over wat er onder het doosje. Wat ligt er op het doosje? Vertel het ons! Dat zou ik doen. Beste Jan, ik heb al een tijd Latijns-Amerikaanse foodstore in Antwerpen. En het leek me leuk om eens even wat producten aan Latijns-Amerika naar jou te sturen voor je reviews. Bij deze heb ik 5 van de populairste bieren uit Mexico gestuurd. Alvast veel plezier met de bieren. Ik hoop dat we via jou op regelmatige basis mogen voorzien met lekkers uit Latijns-Amerika. Veel succes met je reviews. Groeten uit Antwerpen van Bart. Nou, ik krijg wel eens vaker wat opgestuurd, of mensen willen wat vaker opsturen, voor de reviews. En meestal denk ik, moet ik ermee. Maar deze gozer heeft uit zichzelf vanuit België, want daar kijken dus ook mensen naar deze reviews, dat opgestuurd. Dat vind ik leuk. Ik vind het aardig dat zo'n man denkt, ik ga het opsturen. Dus we weten al wat onder het doosje zit. En Ahmed heeft helemaal niks opgestuurd. Het was Bart. Bieren uit Latijns-Amerika. Natuurlijk wil ik die reviewen. Natuurlijk wil ik die proeven. Dat lijkt me fantastisch. Eén nog moet ik wel zeggen dat ik geen 5 bieren heb om te proeven. Want wat gebeurde nou? De DHL zei, ik heb een doos binnengekregen. Maar je was niet thuis. Haal maar op bij het pompstation. Ik erheen en die man zei, oh, ben jij van die natte doos? Ik vond dat een rare opmerking. Dat ik binnenkwam en dat iemand zei, ben jij van die natte doos? Maar dat ging helemaal dus niet over mijn vriendin. Het ging namelijk over de doos die was opgestuurd door Bart. Waar dus 2 flessen bier kapot waren gegaan. En waardoor dus de hele doos kletsnat was. En wat was er nou? Allebei de flessen bier van hetzelfde merk. Dus ik heb maar 4 bieren uit Mexico te proeven. En die 5. Want er waren er 2 kapot en precies 2 van dezelfde. Maar dat mag de pret helemaal niet drukken. Want we gaan er gewoon 4 testen. Makkelijke dag. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Bartje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Nou, wat zal het wezen? Ongelooflijk. Het zijn bieren uit Mexico. Ik ken ze niet, want ik ken maar 1 bier uit Mexico. En dat is de corona. En van corona heb ik een beetje genoeg, na de afgelopen jaren. Nee hoor, ik drink af en toe wel eens coronaatje met zo'n limoentje zo in het halsje. Prima bier. Eigenlijk is het totaal niet zeggende meuk wat erin zit. Maar het maakt het net even leuker, dat limoentje. Weet je overigens waarom ze dat limoentje erin stoppen? Wij denken altijd dat het voor de smaak is. Maar omdat Mexico nou niet zo heel erg heftig heeft met de hygiënische regels, is dat limoentje om het halsje van het flesje te ontsmetten met die zure meuk, met het zure sap. Ja, nou, je leert hier wat. Is toch ook leuk? Wat hebben we hier? Pacifico. Clara. Cerveza del Pacifico. Ik spreek geen woord Spaans. Maar dit moet bier van de zee zijn. Van de Pacific. Dit is Modelo Especial Cerveza. Wat ik wel een heel leuk flesje vind. Maar nu kijken, wat een schattig flesje. Is dat leuk? Hier hebben we de Victoria Cerveceria Modelo. Ken ik allemaal niet, joh. Tecate, originaal. Wat ik wel merk is dat deze flessen dezelfde flesjes zijn, alhoewel deze dan bruin zijn, als die van Corona. Wat dus wil zeggen dat in Mexico het gewone bierflesje er zo uitziet met een lang halsje. Dat is anders dan bij ons. Nou, dan weten we dat toch ook weer. We leren veel, hè? Tot nu toe leren we veel. Ik ga ze proeven. Want dat hoort erbij. Even een opener zoeken. Opener. Ik had de speciale bieropeners, die zijn allemaal kapot. Ik maak ze even open. Hoppatee. De Pacifico. De, weet ik veel hoe die heet. Modelo of zo heet die. Ja, de Modelo. De Tecate. En de Victoria. Ik ken geen 1 van de 4 bieren. Dus we hoeven ons niet druk te maken qua volgorde. Want ik weet niet hoe wat smaakt. We gaan het gewoon merken. Ik doe eventjes zo. Hoppie, hoppie, hoppie. Ik heb geen limoentje om het mij schoon te maken. Maar dat hoeft ook niet. We gaan het gewoon proberen. Pacifico Cerveza.
ik ruik nog steeds eigenlijk helemaal geen kloten door die corona. En dan heb ik het niet over het Mexicaanse biertje, maar de Chinese ziekte. Hey! De Pacifico is een frisse pilsner. En het raar is, ik proef een zoetje en een zuurtje in het pilsje zelf. Er zit een zoetje en een zuurtje in het pilsje zelf. Dat is een heel fris, lekker biertje. Het is geen zwaar biertje, dat proef je. Het is een doordrinkbiertje. En hij heeft een heel lekker frisse smaak. Ja, ik weet natuurlijk niet wat erin zit. Mijn Spaans is ook verschrikkelijk slecht. Dus ik zou ook niet kunnen lezen wat erin zit. Maar ik vind het een lekkere smaak hebben. Als je nou hier van een sixpackje hebt op het strand, dan ben je een gelukkig mannetje hoor. Dan gaan we over naar de Modella. De Modella Especial. Ik vind dit een heel leuk flesje. Ik ben ook... esthetica vind ik ook altijd belangrijk. Een mooi flesje is toch ook belangrijk? Ja. Als je nou een hele lelijke, verschrikkelijke lelijke auto hebt. Maar van binnen doen de snufjes het heel goed. Zou die mijn hele leven niet kopen, omdat die lelijk is. Snap je? Of een hele vriendelijke, leuke vrouw, maar die er van buiten uitziet. Dat de katten zo'n dikke staart krijgen als ze langs loopt. Doe je het ook niet? Mooi flesje. Bestel ik eerder. Hé. Aan de Modella zit een hele, niet vies overigens, maar een hele uitgesproken smaak. Wat is er nou voor smaak, joh? Het is een beetje een... ik vind het weer lekker, maar het is een beetje... Ja, wat voor smaak is het? Een beetje een cactussmaak misschien wel. Als je weet wat het proeft. Er zit een extra smaaklaag in. Ja, ik kan dat niet opzoeken wat erin zit. Maar het smaakt... fruitig. Maar het is ook geen zwaar biertje. Het is, qua alcohol, wat zit erin? Ja, 4,5. Het zijn makkelijke biertjes voor op het strand. En daar hou ik van. Ik hou niet van zware biertjes. Deze smaakt een beetje... Er zit een beetje een exotische vrucht in. Dan gaan we over naar de Tecate. En daar staat een hele boze adelaar op. Dus dat zal wel richting het Duitse bier gaan. Ja, een beetje vooringenomen. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ik ruik zo slecht. Het is eigenlijk de vraag of ik al een reviewkanaal mag hebben. Met zo'n geur. Mijn geur is gewoon helemaal verwoest door de corona. En ik had het laatst opgezocht. Want ik ruik vaak dingen die er niet zijn. Dat betekent dat je geurzenuw, ja die bestaat, ik wist ook niet dat die bestaat. De geurzenuw in je hoofd is naar de ballen. Dus mijn geurzenuw is naar de ballen. Dat is ook leuk. Nee. Heb je een reviewkanaal? Dat valt ook helemaal nergens op. De Tecate is een beetje bitter. De Tecate heeft een beetje... koffie-elementen erin zitten. Ja, hij is mij even te bitter. Nogmaals, het zijn geen moeilijke bieren. Hè? Het is dus eigenlijk gewoon allemaal makkelijke cerveza's. Pilsners, gewoon doorzuipdrankjes. Maar hier zit er een bittertje in. En niet een bittertje die mijn smaakpapillen nou een plezier doen. Nee. Heel lekker, heel lekker. The last but not least. Is de Victoria Cerveza Modelo. Wat? Huh? Dit is ook Modelo. Dit is ook een Cerveza Modelo. Oh, dit is ook van de Modelo groep. Ik weet nou wat ze... En dit... dat dan niet. Oh, Modelo is blijkbaar een bekend merk in Mexico. Mexico. Waar de meerdere verschillende bieren vandaan komen. Een soort Heineken. Enfin, de Victoria. Ruikt niks.
Ja. De Victoria is een hele makkelijke bier. Hier is werkelijk, dit is gewoon een bier waar mensen gewoon van zeggen, doe er mij gewoon 18 op een avond. Ik tik ze weg, ik drink ze gewoon op. Ik laat af en toe misschien een boertje, maar houd erop op. Hier zit eigenlijk weinig tot geen smaak aan. En misschien wel een beetje te weinig. Tijd voor de cijfertjes! Voor het Mexicaans bier. Mexicaans bier is lekker. Ja, weet je, natuurlijk, één vind ik wat lekkerder dan de ander. Maar ik vind Mexicaans bier gewoon heerlijk. We gaan gewoon van de slechtere cijfers naar hogere cijfers. Maar er zijn geen slechte cijfers, dat vinden ze allemaal lekker. Ik ga niet zeiken van ja, dat komt omdat je gratis hebt gekregen. Want ik heb ook wel eens gratis dingen gekregen, wat ik tot de bodem heb afgezeken. Want ik word niet betaald, snapt u? De Tecate Originale Cerveza Lager. Die vind ik even te bitter. Die krijgt van mij een 6. Omdat hij geen onvoldoende verdient. Maar hij is me even te bitter. Het is... Een 7 krijgt de Victoria. De Victoria is een doorsuipbiertje. Ik heb niets tegen doordrinkbiertjes. Alleen deze is wel heel erg vol smakeloos. Het is wel heel erg waterig. Maar die krijgt een 7. En dan zijn we er wel. Dan hebben we hem wel gehad. Oké? Dan zijn we wel een beetje klaar. Ook een 7. Terwijl er allemaal meeuwen hier het huis aan vallen. Voor de Pacifico. Prima bier. Lekker doordrinkbier. Zit een fruitje in. Is een beetje... Een beetje exotisch. Zit een zoetje in. Zit een zuurtje in. Ik vind hem lekker. Lekker voor op het strand. De Pacifico Cerveza Clara. Vind ik heel erg lekker. Ook zeventje. Voor mij de winnaar, niet alleen omdat het zo'n leuk flesje is, is de Modelo Special. De man die niet van een speciaal bier houdt. Die kiest dus een speciaal bier uit, tenminste. Is gewoon ook 4,5%. Is gewoon ook lekker om lekker door te teuten. Is er ook niet om een half uur te... Oh, wat een bijzondere smaak. Dat is niet. Maar deze Modelo, die heeft iets. Die heeft een heel lekker dingetje. Een heel lekker smaakje. Ik weet niet precies wat. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar naast dus dat het een goede bier is. Het is een prima bier. Een smaakvolle bier. Zit er een extra smaak dingetje in. En dat smaakdingetje bevalt me bijzonder goed. Dus deze krijgt een 8. Nou... Wil je ook Mexicaans bier zuipen een keertje? Dan moet je eventjes in de link hieronder bestellen bij Bart uit Antwerpen. Tot zover wil ik nog wat reclame voor maken. Want hij heeft die bende gratis opgestuurd. Dat vind ik ook aardig. Maar in ieder geval, het is mij wel bevallen, de Mexicaans bier. En ik denk dat ik even een treetje Modelo Special ga bestellen. Ja, mooi. Dag! Moet je meer horen, joh. Helemaal gek.